Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Dit is geen beginstukje hoe jullie hem normaal zien, omdat er is al een aantal keer aan mij gevraagd. Heb je nou zelf wel eens wat gehad? Nou, ik stond dus toevallig zelf ook met pech. En ik sta nu bij een garage waar ik regelmatig ook auto's af moet zetten. En die gaan gelijk even naar mijn auto kijken. Dus ja, de vraag of ik zelf wel eens op de bergingsauto heb moeten staan. Helaas, ja. En daarvoor zijn wij nu in de garage. Nou heb ik zelf niet zo'n snelle auto, maar hij zei dat hij gelijk ervoor kan zorgen dat ik plaats van op de 100 in een weekend binnen gewoon één werkdag kan komen. Want ze tunen hier ook. En jij had nog een vraag voor de mensen. Goeiedag dames en heren. Wij zijn op zoek naar mensen die papieren hebben, automonteurpapieren, eventueel APK-papieren. Graag zien we jullie sollicitaties tegemoet. Dat kunnen jullie e-mailen naar info@hptuningnederland.nl. Dat kun je op Google vinden. Wij zijn op zoek naar gedisciplineerde mensen en gemotiveerde die ook van 8 tot 5 mentaliteit hebben om keihard te knallen. Ben je dat niet, blijf dan gerust thuis. Ben je dat wel, kom graag met ons meegroeien. Want wij zijn op zoek naar mensen die net als ons keihard willen gaan en gewoon een hele goede stempel op de kaart willen zetten. Dus laat het weten. Ik ga het voor jullie ook nog even in de beschrijving hieronder zetten. Natuurlijk, kijk, ik ben zelf vroeger vrachtwagenmonteur geweest, dan niet eens automonteur. Maar wat natuurlijk wel tof is, is dat je en een werkplaats hebt en dat je tegelijkertijd ook een tuningsbedrijf bent. Waardoor je dus met hele dikke auto's aan de slag gaat en je jezelf een hoop kan leren. Of tenminste, niet jezelf, dat gaan ze hier natuurlijk leren. Maar ik denk dat ik persoonlijk dat ook wel leuk zou vinden. Taco-auto is, blijft mijn ding, maar dit is ook wel leuk, denk ik. Dus... vind je dat wat? Kijk even in de beschrijving en neem contact met ze op. Voor nu, veel plezier met de video. Hallo allemaal. We zijn onderweg naar de A4 en in de melding heb ik wat interessants gelezen. Dus we gaan eens even kijken of dat ook echt klopt. Het is een pechgeval, zo is die aangemaakt. Dus jullie gaan nu zien wat er is gebeurd. Goedemorgen. Dat is schrikken. Zeker omdat ik heb gisteren bij de garage. Oh ja? Nou, dat is niet helemaal goed gegaan. Nou, ik slot ons nog gevonden. Oh. Ja, het is gewoon helemaal losgebroken, joh. Ja, het andere gedeelte wat lang te weg is. Oké, nou, ik heb hem binnengekregen als pech. Maar ja, dit is schade. Dus u gaat met mij mee naar het depot. Gaat u afzetten. En dan mag u daar aangeven waar de auto naartoe moet. Okay. En dan gaan we dat regelen. Als ik van u de sleutel mag? Yes, dank u wel. Ga ik hem er even op zetten. Nou, je ziet echt helemaal niks. Dat is een automaat. Dan heb je geen koppelingen. Dat is achteraan. Tjonge jongen. Mag u instappen? Nou, dat was dus duidelijk toch geen pech.
wel een interessante melding. Ja, in eerste instantie, die mevrouw heeft de ANWB gebeld. Van joh, ik sta hier, mijn motorkap is opengevouwen. En omdat dat via de ANWB gaat, wordt die dan een soort standaard aangemaakt als pech. Maar ja, dat valt natuurlijk gewoon onder schade. De voorruit is kapot, de motorkap is kapot, het grilletje is kapot. Dus ja, dat kan je niet meer als schade berekenen. Wat het verschil dan is, schade of pech zetten we af bij de eerstvolgende veilige mogelijkheid. En schade nemen wij mee naar ons depot. En dan vanaf ons depot wordt die weer doorgebracht naar in dit geval de Ford dealer. En ik denk, gezien waar mevrouw verzekerd was, dat wij dat zelf gaan doen. Dus ja, dat wordt iets voor in de loop van de dag. Op naar de volgende melding. Zo, we gaan hier naar boven, naar de A20, 27-6 op rechts. Dat is net voor 80 km stuk. Daar staat een auto op rijstrook 2. Nou, zeker in de file is dan een plek waar je liever niet staat. Dus we gaan gelijk die kant op. Staat hier dus midden op het 80 km traject. Er staat een auto op rijstrook 2. Dat is in dit geval de middelste rijbaan. Niemand die zich aan de kruisen houdt. Elektrische BMW. Google even op Destan. D-E-S-T-A-N. Ja, het spijt me echt ontzettend, maar ik sta nu ook midden op de A20. Ik kan nu niet iets doen. Ja? Oké. Joe, succes, hoi. Goeiedag. Morgen. Dat is niet zo'n handige plek, hè? Nee, hij stopt ineens. Echt. Doet hij helemaal niks meer? Nee, want ik was net aan de lijn met BMW, want ik kreeg deze melding. Doorrijden mogelijk. Aandrijving. Ja. Ik zei van, nou moet ik even langskomen. Ze zei, ja, ik verbind je door met service center. En ineens stopt hij. Oké. Okay. Nou, mogen we even uitstappen? Ga ik mijn trucendoos even openhalen? En als dat niet lukt, dan ga ik hem erop trekken. Ja. Ik was zo bang. Ik ben echt Snap nooit ik. Zo bang. En al die auto's die maar aan bleven racen. Ja. Goed, ja. Even kijken hoor. Nee, hij gaat niks doen. Dat wordt trekken. Ook in de buurt. Ja, die had ik ook gebeld. Ja, slim. Thank you.
mij langslopen en instappen. Dan zorg ik dat de mensen zien. Mevrouw weer afgezet op een veilige locatie. En wat opmerkelijk is, is dat met afladen die gewoon alles weer deed. Dus dan sta je door een klein storingtje, want als dit gelijk weer doet, kan het niks groot zijn. Sta je wel midden op de snelweg, sta je stil. Ik zou niet graag willen ruilen met die mevrouw. Maar goed, opgelost. Ze gaat wel de ANWB er uiteraard even naar laten kijken. En dan hoop ik voor mevrouw dat snel is opgelost. Gaan wij ook weer verder naar de volgende. Onderweg naar de A20. En uit mijn hoofd is dat de afrit bij Capelle. Daar is een ongeval gebeurd met één voertuig. Dus we gaan eens even kijken wat daar aan de hand is. En dan zien jullie zo wat daar is gebeurd. Nou, de afrit is dus dicht. Dus we gaan het even iets anders doen. We gaan namelijk via de afrit zo onderliggend hier rechts de afrit op. Dat hebben jullie mij nog niet eerder zien doen. Want dit is ook meestal niet gebruikelijk. Maar... zo, dan gaan we hier even de ruimte gebruiken om te keren. Middag. Middag. Ja, daar komen we wel achter. Heb jij een kaartje toevallig? Nee. Nee? Nee, die hebben we niet meer. Maar ik ken dadelijk wel aan de politie vragen, het nummer van de tenaangestel, neem ik contact met mijn vrouw. Oh, prima. Ja? Sleutel niet kwijt zijn. Mooi. Wil ik deze in de lepel, zal ik hem even voor jullie uit doen. Gaan hun vertrekken, anders kom ik even tussendoor. Hij is nog niet. Nee? Oké. Okay. Ik niet. Heb jij de telefoonnummer van de vrouw? Nee, dat is slim dat je dat zegt. Van die mevrouw van deze auto. Even mijn telefoon pakken, één moment. Ja, maar hij gaat als het goed is mee met mij. Of jullie geven hem een lift, maar nee, denk ik niet. Nee, dat wil hij niet.
Wordt hier opgehaald dan of zo? Zijn op We gaan einde van de dag of morgen proberen contact te leggen met mevrouw. Als alles goed gaat, en dan leggen we ook verder gelijk of alles uit. Is goed, hè? Ja. Ik zie niks met die gordijntjes. Er liggen allemaal besjes op door heel die auto. Besjes? Ja, of kralen, weet ik niet. Ben je al voorbereid op vanmiddag? Of ben je vroeg klaar? Dan mis je het. Als het gaat regenen, is het natuurlijk super glad. Dat gaat echt nog wel gebeuren vandaag. Ja, dat gaat wel. Het ziet er nou uit dat het eigenlijk een beetje wegwaait. Het zou om 6 uur komen vanavond. Hier in de regio. 6 uur? Ja. Oh ja, daar komt wel wat aan. Ja. En het is zo lang droog geweest. Loopt hij aan? Ja. Ja, is voorwiel aangedreven automaat. Dus dat wordt een dingetje dan. Even kijken of we hem los krijgen. Dat is dom ook. Van mij. Dat ik daar niet over na heb gedacht. Nee, nee, dat laat ik gewoon zien, hè, want foto maken is menselijk, maar kut. Best op de kop. Ja. Het is maar goed dat jij oplet. Dit komt in de blooper video. Maar echt slim is het niet meer. Nee, maar hij rolt wel vrij. En het loopt hier af, dus... Dat gebeurt niet zo snel, hè? Hoppa! Ja, moet je alleen uitkijken dat hij niet op de handrem schiet. Dat kan het beste. Ja. Ja. Zweet draait van mijn voorhoofd, man. Oh, even kijken of die vrij rolt. Ja.
keurig uit. We gaan de bijrijderskant instappen, gaan we weg. Goed. Bedankt weer. Ja, bedankt. Zie je later. Tot de volgende. Ja, bedankt. Ja. Hoi. Zo, beide auto's opgeladen en ik maakte een foutje. Ik had eigenlijk niet gemerkt dat die zwarte auto aanliep. Dat is natuurlijk hartstikke stom, want ik heb hem nog verreden, dus ik had het eigenlijk al gehoord, maar toch op de een of andere manier ben stilgestaan. Maar goed, dat hoort er ook bij. Je maakt wel eens een foutje. Ja, en dan ga ik dat er niet uitknippen, want iedereen maakt wel eens een foutje, toch? Want het was verder wel een interessant ongeval. Eén iemand afgevoerd met de ambulance en ja, de auto's zijn met ons meegegaan. En één meneer is trouwens ook met ons meegegaan. Dus, we gaan weer horen waar ze naartoe moeten. Op naar de volgende. We zijn bij de Jink, bij Kai, de shop-eigenaar hier zo. Als jullie nog een leuke tato willen, zeg dat je via Tim komt en dan krijg je nog eens 10% korting op je tato. Dat zijn nog eens goede deals waar we allemaal wat aan hebben. Nou, we gaan onderweg naar het volgende ongeval, net uit de keteltunnel. Het is net voor de storm. Jullie kunnen je deze dag vast herinneren, het is lang droog geweest, het is nu dinsdag en overal in het nieuws zie je dat er een gigantische storm op ons afkomt. Nou, ik moet zeggen, de lucht is echt donker voor me. Dus het is dit keer geen stilte voor de storm, maar puinhoop voor de storm. Dus we gaan die kant op, gaan we even kijken wat er is gebeurd en dan zien jullie dat zo. Een stukje beeld om even impressie te geven van hoe donker de lucht hier in regio Rotterdam is. En ja, voor een winterse dag valt dit wel mee, maar het is zo lang stralend zonnig geweest dat het best wel opvalt, zeg maar. Ja, dat weet ik niet. Ik heb het niet gezien. Nee. Heel schade? Ja, ik denk niet dat ik nog wegkom. Nee? Ja, ja, het is spannend voor mij. Er zitten die draagbalken in. Die zitten in mijn wiel. Ik ga eens even kijken. Hallo, met Tim. Hoi, ik sta bij het ongeval op de A4 links, 951. Mogen wij een kruis op rijstrook 3? Ik ben hier met de verkeerspolitie. Die wilde gaan bellen. Ik zeg, ik doe het wel, want ik heb een hele snelle lijn. Yes, helemaal goed. Zien we hem zo? Oh, de keteltunnel. Nou, dan zien we hem zo. Hoi. Je wiel staat iets naar achter, ja. Hij staat niet meer helemaal zoals het hoort, dus ik ga je zo meenemen. De tank heeft hem geraakt. Bijzonder weinig schade als je het vergelijkt met die andere auto. Rijkswaterstaat ze bijna, laten we hun ook even beoordelen wat ze precies willen. Maar hij is inderdaad helemaal ingevreten, joh. Ja, hij zit ook echt in de band. Ja. De band is waarschijnlijk ook... Nou, dat vallen we wel mee, denk ik. Rijkswaterstaat er net de keteltunnel in, dus die komen ons beveiligen. We moeten alleen even kijken of we iets kunnen bedenken voor die vrachtwagen, want dat ding staat wel echt scheef. Heb ik mooi de kans om even door me heen te gaan. Ik zal vast even opladen. Kijk, als die nou niet helemaal hier verbogen was en dat wiel nog een beetje recht had gestaan, dan had ik hem prima zelf doorgelaten. Maar nu, omdat dat wiel voor het oog een beetje uit het lood is, beter gewoon netjes meenemen, weten we zeker dat het goed gaat. Mag ik de sleutel van de Mercedes? Ja, die mag je zeker. Ik ben nogmaals, ik ben niet de eigenaar van de auto. Dat maakt niet uit. Ik weet niet of je hier nog iets van wil hebben. Ik niet. Die heb je nog niet nodig. Zou je? Die heb je nog niet nodig.
Nee, maar je moet aantrekken als je broeknat is, dan ben je te laat. Niet te grote verzoeken, alsjeblieft. Ik wil ook gewoon in Middelburg op zijn de kelders en de straathonden gelopen, hè? Ja? Ja. En brandweer is hier aan het opschalen. Dat ze decentrale meldkamers moeten gaan opstarten vanwege noodweer. Ja, maar dat heb ik in Nederland al zo vaak gehoord. En dan uiteindelijk kun je de tulpen niet eens water mee geven met wat er naar beneden komt. Er komt een buikje aan volgens weer online. Hop! Nou, dan hoop ik dat deze diender ook snel afgedaan is. En niet door de zeikregen door moet. Ik weet van tevoren al dat deze rem slecht is. Dat zijn ze bijna allemaal. Dus doen we het maar even al zittend in de auto recht zetten. Sorry? Breng je dat ding naartoe? Schiedam. Ik kan het meegeven. Heeft u nog één keer van mijn kenteken? Kijk, ik heb een auto. Ja, ik kom weer dat ik het is helemaal afgebroken. De wiel is helemaal afgebroken. Kijk maar hoe scheef het staat. Ze beginnen echt hard te waaien. Ik ga even verzekeringspapieren. Schadeformulier invullen. Ja, normaal wel. Ja. Heb je zijn kenteken? Ik heb zijn kenteken, ja. Ik maak wel even een foto van zijn kenteken. Anders mag u achter me aanrijden naar Schiedam. Ja. En het daar invullen. Nope. Ben je wel even onderweg. Maar goed, dat is aan u zelf natuurlijk. U mag achter me aanrijden eventueel. Ik kan ook telefoonnummers uitwisselen, elkaar de code sturen. Online schademelden.nl. Kan je gewoon online invullen. Hij kon niet aan jouw spullen, jij kon niet aan zijn spullen. Je geeft elkaar de code en dan heb je ook een schadeformulier. Oké. Okay. Hebben jullie alles? Ik heb een vuurmaatschappij. Oké, dan gaan we dadelijk daar even regelen. Ik wil jou even spreken. Hebben jullie het uitgewisseld? Nee, hij staat te bellen. Ja, zeg maar dat je dadelijk terugbelt. Even dadelijk terugbellen, nu gegevens uitwisselen en we gaan weg. Ja, ik moet er nu snel weg af. Ja. Kijk uit. We hebben de auto met bestuurder weer afgezet. Dit keer niet op het depot, maar gelijk bij de garage, omdat hij bij een aangesloten verzekering verzekerd was. Dus ja, kwam mij ook wel goed uit, want het is best vol op ons terrein vandaag. De regen is begonnen. Het luchtje was echt donker. En ik heb het op Instagram al verteld van de week om iedereen te waarschuwen. Maar als jullie dit zien, is de waarschuwing al te laat. Maar kan ik alsnog wel de uitleg geven. Wat je ziet als het heel lang droog is geweest, is dat er allemaal een soort schuimvorming op de weg komt. Dat is olie die in het wegdek is getrokken, koelvloeistof, ruitenwisselvloeistof, rubber van banden, zeg maar. Alles wat auto's lekken, wat mensen morsen op de weg of weet ik veel wat. Nou, dat komt nu naar boven door die regen en dat maakt het dus spek glad. Maar echt glad, net alsof je op ijs rijdt. Dus ik hoop dat als je dit ziet, dat je dat wist en dat het van de week niet te laat is geweest. En anders slaat op voor volgende keer. Als het lang droog is geweest en het gaat weer regenen, wordt het gewoon glad. Dus ik verwacht ook best nog wel dat er vanavond wat gaat gebeuren. Ik ben zo klaar met werken, dus we gaan dat niet meer zien, tenzij er nu wat gebeurt. Maar anders moeten jullie het hiermee doen. Dus, ik ga in ieder geval terug richting de zaak. Als er niks mee gebeurt, ben ik er morgen weer. Tot dan! Zo, net als de intro, nog steeds in andere kleding als dat jullie gewend zijn. En in mijn eigen auto, die nu een stuk sneller is. Hij is gechipt. En op een auto zoals die van mij scheelt dat niet heel veel. Maar hij zou er wel sowieso een stuk zuiniger van moeten worden. Dus ik vond het wel grappig. Ik denk, doe maar gewoon. Maar dit was weer de video. Er komen binnenkort grote verrassingen aan. Waar jullie denk ik blij van gaan worden. Dus dat is leuk. En voor deze week was dit de video dus. En dan zie ik jullie volgende week weer. Maak het niet erger. Bellenberger.
Tot volgende week.